geachte leden van het beëdigde kabinet. Ten eerste gefeliciteerd met uw aanstaande benoeming. U bent binnenkort bijeen tijdens het Constituerend Beraad. Oftewel de oprichtingsvergadering van het kabinet. Het moment waarop onvolkomenheden in het regeerakkoord kunnen worden weggewerkt. En daar schrijf ik u over. Er zijn steeds meer ouderen die tot op hoge leeftijd thuis wonen. Zij zijn afhankelijk van de wijkverpleegkundige voor hun medicijnen en hun dagelijkse zorg. Om die reden is er de afgelopen jaren extra geld uitgetrokken voor de wijkverpleging. Maar ondanks dat de wijkverpleegkundigen hun werk met hart en ziel doen, hebben ze vaak te weinig tijd voor alle ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Veel wijkverpleegkundigen gaan gebukt onder een te hoge werkdruk. Daarom moet er meer ruimte komen, zodat ze hun werk goed kunnen doen. Het is voor ons dan ook onverteerbaar dat er in het regeerakkoord een bezuiniging van 100 miljoen op de wijkverpleging staat. In een tijd van cadeaus aan multinationals, van overschotten op de begroting, in zo'n tijd is de bezuiniging op wijkverpleging niet oké. Niet oké. Niet oké. Ik wil daarom vragen om deze bezuiniging te schrappen. Geef de wijkverpleegkundigen de zekerheid en de waardering die ze verdienen. Geef ouderen, zieken en gehandicapten de zekerheid dat zij thuis goede zorg krijgen. Dat is goed voor iedereen. Dat is goed voor iedereen. Voor iedereen. Hoogachtend, Lodewijk Asscher.